Het lijkt wel een schuur. Toch blijft de stem daar staan. Zullen we daar binnen maar eens gaan kijken? Ja, laten we dat doen. We zijn van heel ver gekomen om de verlosser van de wereld te bezoeken. En een wonderlijke stem heeft ons terecht gewezen. En ons werd over eten verteld door een engel. We zijn er eerst wel hevig van geschrokken. We hebben goud en kostbare kruinen meegebracht om de godheid en wenselijkheid van uw kindje te erkennen. Beste herders en koningen, ik weet zeker dat Jezus het fijn vindt dat u zo graag bij hem wilde zijn en dat hij blij is met deze mooie geschenken. Maar het kindje wil nu echt wel gaan slapen. Dan zullen we eerst aan koning Herodes moeten vertellen dat we de koning van de Joden gevonden hebben. Kom op, we moeten die kant op. God heeft mij gezegd u te waarschuwen. Ga alleen bij koning Herodes voorbij. Hij wil het kindje kwaad doen. Dan gaan we wel in een grote boog om het paleis van koning Herodes heen. Kom allen tezamen. Jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Jezus geboren, zingen engelen koor. Kom, laten wij aanbidden, kom, laten wij aanbidden, kom, laten. Eenvoudige herders en wijze koningen waren al hier. Jezus verwacht nog veel meer mensen die de boodschap van vrede en gerechtigheid willen doorgeven. Dank u wel.